Yo, wat is up jongens? Leuk dat jullie kijken weer een nieuwe video van Sukumuki. Vandaag gaan we weer verder met de rebuild serie en vandaag doen we AZ. Een van de laatste top 4 die we normaal gesproken in Nederland hebben. Ik moet alleen nog PSV doen hierna, maar als jullie het niet weten, dit is gewoon, ik zorg dat AZ de Champions League wint. Verder niks bijzonders. Hoop je deze video leuk. Geef een like als je nieuw bent en abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent en dan zie ik jullie in de video. Maar het eerste wat we doen natuurlijk is de beste jeugdspeler promoveren naar het seniorenteam. En we beginnen meteen met aankopen. Joran Theze komt over van PSV. 20 jaar, op zich goede rating. Ik denk dat hij wel kan groeien en boven de 80 uit kan komen. En nog een speler van een rivaalclub. Kudus komt over van Ajax. 1977 rated. Weet je, het is onrealistisch, maar daar gaan deze video's niet om. En meteen heb ik het probleem met Bizot opgelost, die natuurlijk al ouder is. En we hebben Lunin overgekocht van Real Madrid, 21 jaar en staat bekend als een van de beste keepers in FIFA carrière. En de laatste signing voor nu, Moriba komt over van Barcelona, 17 jaar 70 rated. Ik denk dat hij heel goed kan worden als ik hem goed gebruik. En dit is hoe we aan het geld zijn gekomen voor deze spelers. Heel veel spelers uit de club en natuurlijk hadden we aan het begin van de carrière al geld. Dus dit is hoe het team er nu uitziet aan het begin van het eerste seizoen. Koopmijn is nog steeds captain. Ik ben van plan Bodo en Stanks en Wijndal waarschijnlijk ook heel lang in het team te houden. Voor de rest gaan waarschijnlijk al deze spelers wel een keertje weg. Maar halverwege het seizoen staan we gewoon bovenaan in de Eredivisie. Wat echt enorm top is. 4 punten boven Ajax op nummer 2. Heracles onderaan. Dat gaat aardig goed. Ik denk niet dat ik heel veel aankopen ga doen. Dus laten we gewoon doorgaan. Naar het einde van het seizoen. En we zijn eerste gebleven. Dus hebben we nu 80 punten boven Ajax. 2 puntjes verschil. Boven Ajax bedoel ik. En we hebben de Eredivisie gevonden. Dat is aardig ziek. Dat is voor het eerste seizoen. Had ik niet om beter kunnen vragen. Ik had verwacht dat misschien een maximaal tweede plek. Maar eerste vind ik zeker niet verkeerd. En de Oranje Beker is ook gewonnen door ons. We hebben de dubbel. Laten we nu doorgaan naar volgend seizoen. En onze eerste aankoop van seizoen 2 is niet een jonge superster, maar we hebben Chiellini gekocht van Piemonte Calcio. 84 rated. Hij is voor dit seizoen denk ik aardig goed om voor ons om aan te kopen. En misschien voor volgend seizoen ook nog wel. En onze laatste signing. Ik heb niet heel veel geld gekregen dit seizoen, maar onze laatste signing van seizoen nummer 2 is Paranetzea. Geen idee hoe je het uitspreekt. 19 jaar en een 74 rated links voor. 76. Moet goed zijn. En ook hebben we Akinola aangekocht. Voor gratis, free transfer. En we hebben 1 speler verhuurd dit jaar. Maar halverwege het seizoen gaat het niet heel goed in de competitie. We staan derde, terwijl we vorig seizoen eerste stonden op dit punt. Dus dat moet verbeterd worden, maar dat is niet het belangrijkste. We zitten nu in de Champions League groep met Paris Saint-Germain, Roma en Slavia Praag. Dus ik hoop dat we door zijn. Ik denk een derde plek misschien. We zijn door. We zijn door. 13 punten, 15 voor Paris Saint-Germain. We moeten tegen Benfica, dus ik denk dat we wel kans hebben om te winnen. Maar eerst verraadt onze rechtsback Sugawara ons voor Benfica, onze tegenstanders in de Champions League. Dat is wel best vervelend. Maar om ons trio van transfers van de andere top 3 clubs een beetje door te zetten, hebben we nu Geert Truida van Feyenoord overgehaald om voor ons te spelen op de plek van Sugawara. Maar de eerste wedstrijd tegen Benfica is thuis, dus we moeten proberen de nul te houden hier. Kom op, please, dat moet lukken toch? De nul houden, alsjeblieft. En we verliezen 2-1. Ik bedoel, Bodo heeft tenminste nog een goal teruggehaald. Dat is ja het enige goede punt. Laten we doorgaan naar de tweede wedstrijd en hopen dat we dan wel door zijn. Tweede wedstrijd tegen Benfica. Dit is het team dat we hebben opgesteld. Niet al te verkeerd als je het mij vraagt. Ze hebben 5 verdedigers neergezet. Dat ziet er niet heel leuk uit om tegen te spelen. En de wedstrijd eindigt in een 1-1 gelijkspel. We zijn niet door, maar weet je, volgend seizoen waarschijnlijk beter.
En we hebben nog kans om het volgende seizoen te verbeteren, want we zijn tweede geworden. Waardoor we gewoon een beetje een langere kwalificatie hebben voor de Champions League. Ajax met 93 punten. En onderaan Fortuna Sittard en Venlo. Dus ja, ik denk dat we niet heel veel hoeven te upgraden eigenlijk. Laten we even kijken wie de... De KNVB-beker, de Oranje-beker heeft gewonnen. Maar eerst even naar de Champions League. Of flip-flap. Die is nog niet gespeeld. Oranje-beker is gewonnen door Feyenoord. Niet heel veel bijzonders. Maar het eerste in seizoen 3 is helaas Calvin Stengs. Die de club verlaat net als in het echt. Maar dit keer voor Arsenal. En voor wat meer geld. Maar zijn vervanging staat ready. Anthony komt over van Ajax. Nog een speler van Ajax die we kopen. Om zijn positie over te nemen. En helaas moeten we ook gedag zeggen tegen een van onze eerste aankopen. Jordan Theze. Helaas dacht ik niet dat hij heel veel meer ging groeien. Van de plek waar hij nu was. Hij is nog steeds jong. Maar ik heb best wel wat geld voor hem gekregen. Wat ik ook daadwerkelijk gebruikt heb. En de eerste speler waar we het voor gebruikt hebben is Jules Koundé. Een van de beste talenten op de centerback positie. En weet je... 1 jaartje ouder, 3 ratings hoger volgens mij in mijn hoofd. Vind ik niet verkeerd. En de tweede aankoop voor de centerback positie is een hele grote. Niklas Schuls, 89 rated, 26 jaar. Kom op jongens. Ik denk dat we best wel kans maken om dit keer de Champions League te winnen. Maar het nieuwe ding dat ik ga doen in Rebuilds is om het seizoen even kijken naar het team. En dat gaan we nu zeker weten doen. Cellini is helaas naar de bank gegooid. Maar dit is een sappig team. Dit is een heel sappig team. En halverwege het seizoen staan we bovenaan de Eredivisie. Ik verwacht niet heel veel anders. Maar heel close met de nummer 2. Dus niet heel close. 5 punten verschil. Maar het kan altijd beter. En in de Champions League zijn we uit de groep gekomen met Roma, Gladbach en Fenerbahce. Waardoor we nu tegen Atletico Madrid komen in de kwartfinales. Round of 16 bedoel ik. En helaas moeten we nog een keer gedag zeggen tegen een van onze eerste signings. Kudus. Wilde de club verlaten, kon ik niks tegen doen. En ja, uiteindelijk hebben we toch wat geld ervoor gekregen. Minder dan wat ik eigenlijk hoopte. Maar we kunnen het wel gebruiken om een nieuwe speler te kopen. En dat geld voor de nieuwe speler die we gaan kopen is goed gebruikt. Door Phil Foden naar Alkmaar te halen. En laten we eerlijk zijn, hij is beter dan Kudus. Dus ik vind het niet erg om hem te vervangen met Phil Foden. Maar voordat we iets anders gaan doen, laten we meteen kijken naar... de wedstrijd tegen Atletico Di Madrid. Weet je, ik denk dat we best wel kans hebben om wat puntjes neer te zetten. Het is een 0-0 gelijkspel. Voor een thuiswedstrijd is het niet verkeerd om 0-0 te spelen. Maar dan moeten we wel de uitwedstrijd winnen, dat is wat lastiger. Tweede wedstrijd tegen Atletico. We moeten sowieso een keer scoren deze wedstrijd, anders liggen we eruit, denk ik. Dus, please... En we verliezen 2-0, dat is heel vervelend. Maar volgend jaar is er weer een seizoen. En we zijn voor de tweede keer kampioen met AZ. Waardoor we nu wat makkelijker in de Champions League komen. Maar ik verwacht eigenlijk dat we vanaf nu elk seizoen eerste worden. En de Eredivisie winnen. Tweede is niet verkeerd, maar dat zou ik liever niet hebben. Nu we hebben 92 punten gehaald. Dat is aardig goed. En ook dit jaar hebben we de KNVB-beker gewonnen. Wat ook niet verkeerd is, dit keer van Ajax met 3-2. En ons eerste aankoop van seizoen nummer 4 is Ruben Neves. Omdat we aardig wat geld hebben gekregen van een transfer die jullie zo gaan zien. En die transfer is Moriba, die voor 161 miljoen naar Atletico Madrid vertrekt. Want ja, weet je, Atletico houdt van heel veel geld uit te geven voor jonge spelers. En nog een speler die we met dat geld hebben gekocht. Oyarzabal verplaatst de andere Spaanse linksvoor in de basis. Ik kan de naam niet uitspreken, het spijt me. En de andere linksvoor verschuift naar de bank. Maar helaas moet ik zeggen dat Wijndal de club heeft verlaten. Hij wilde weg, ik snap niet waarom. Ik wilde hem eigenlijk houden samen met Koopmeiners en Boadou. Maar hij wilde weg, dus ik heb hem moeten laten vertrekken. Maar ook voor hem hebben we al een vervanging. Theo Hernandez, 86 rated, 25 jaar. Is slechter, maar ik heb minder geld betaald. Dus op zich is het niet heel erg. Maar halverwege het seizoen staan we weer bovenaan in de Eredivisie. Want zoals ik al zei, dat willen we elk seizoen eigenlijk hebben. En ook in de Champions League groep zijn we door. We zijn niet de eerste geworden op punten, doelpuntenverschil met wedstrijden of zo. Ik weet niet hoe de Champions League werkt. Zijn we tweede geworden. Inter is eerste.
makkelijkere groep dan eerst. Dus laten we doorgaan naar de round 16 tegen Dortmund. En de eerste wedstrijd tegen Dortmund is thuis. Ik wil eigenlijk het liefst de nul houden, maar een winst zou ik niet heel erg vinden. Zoals jullie kunnen zien is de linksback en de rechtsback zijn allebei niet... Ze kunnen niet spelen deze wedstrijd. Hernandez heeft een rode kaart volgens mij. En de rechtsback, ja, mocht niet spelen. En toch winnen we 2-1 van Dortmund. Dat is heerlijk. Heerlijk. Wel jammer dat ze een uitgoal hebben. Tweede wedstrijd tegen Dortmund. Nu spelen wij uit. Als we überhaupt één keer al kunnen scoren, is de hoop er waarschijnlijk al af voor Dortmund. Dus ja, ik denk, ik ga gokken voor nog een 2-1 winst. Waarom niet? 2-1 winst, please. Of gewoon een 1-0 winst vind ik ook niet erg. Gelijkspel is ook niet erg trouwens. En de wedstrijd wordt inderdaad 2-1 gewonnen. Let's go. Oyarzabal en Foden op het scorebord. Haaland mist een penalty, damn. Maar dit is de eerste keer dat we door zijn naar de kwartfinales. Let's go. En de kwartfinales is tegen Chelsea. Ik was banger voor Dortmund. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n gevoel dat Dortmund het meest gevaarlijke team was tussen deze twee. En ik had gelijk. 3-0 winst. Easy as you like. Door naar de andere wedstrijd. Tweede wedstrijd tegen Chelsea. We staan 3-0 voor. Ik ben niet heel bang. Ik denk dat we dit wel gaan winnen. Of ja, tenminste niet per se dit potje winnen. Maar gewoon, ik denk dat we wel door zijn naar de halve finales. Als je het aan mij vraagt. En dat zijn we ook zeker. 2-1 verloren, dat wel. Maar maakt niet uit, want we zijn naar de halve finales. Wat bijna de Champions League finale is. Wat de enige wedstrijd is die we spelen. Dus we kunnen eindelijk een beetje plezier krijgen. En de halve finale moeten we tegen Liverpool. We hebben twee Engelse teams gehad. Plus Dortmund. Dat is, ja, niet heel bijzonder of zo. Maar laten we ook even Liverpool terug naar huis sturen. Zonder hoop. En dat doen we zeker. 1-0 winst. Oyarzabal komt op het scorebord. Vamos a la flipping playa. We zijn al met één been in de finale van de Champions League. En hopelijk wordt dit de laatste wedstrijd die we hoeven te simmen in deze video. Hopelijk kunnen we hierna meteen door naar de live action gameplay. Ik hoop het, ik hoop het. Please AZ, het enige wat ik vraag is gewoon niet verliezen van Liverpool op dit moment. Please. En we verliezen niet, gelijkspel. Mo Salah mist een penalty. Ik denk dat we dan alsnog door zijn zouden gaan door uitgoals. Maar we zijn door, dus we gaan over het live commentaar. En lieve mensen, daar zijn we weer met live commentaar. Waarom ook niet? Vandaag AZ Rebuild. Heeft een tijdje geduurd. Maar het was het waard. Kijk dit prachtige team. We hebben Koopmeiners en Bodo kunnen houden. Ik wilde liefst Wijndal ook behouden. Maar die wilde weg. En die had een release clause. Dus die ging weg. Maar ja, nu we hebben Anthony als laagste rate volgens mij. Oh nee, we hebben Lucas en dan... Nee, Theo en... We hebben Theo en dan is linksback staan. Dat is laagste rate van team. 60 rated. De bank is wat minder goed. We hebben Barrenek, Netskea. En ja, Cellini is niet heel goed meer. En we hebben de Vries van de Jeugdacademie. Die niet heel hoog is geworden. Omdat ik Boadu nog steeds had. Maar ja, we spelen tegen Man City. En natuurlijk als jullie een beetje video's kijken van mij. We gaan eerst kijken of we de Eredivisie hebben gewonnen. En de beker. Volgens mij hadden we wel het vorige seizoen de Eredivisie gewonnen. Maar niet de beker. Eredivisie is zeker gewonnen. Eerste, één keer verloren maar. En nu Oranje beker. Niet gewonnen. Gewonnen door Ajax. Wij zijn niet eens heel ver gekomen. Damn. Lagen de eerste ronde uit. Huh? Europa League is gewonnen door. Gewoon even checken. Juventus tegen Real Madrid in de Europa League. Aston Villa in de halve finale van de Europa League. PSV is verslagen door Juventus en weet je, die hebben uiteindelijk gewonnen. Dus op zich is dat niet heel erg. Laten we nu gewoon lekker de finale spelen. En hopen op het beste. We hebben het grootste talent van City afgepakt. Phil Foden natuurlijk. Nu moeten we even laten zien dat hij naar de betere clubs gaat. Manchester City tegen AZ. Ik weet niet waar we spelen eigenlijk. Daar heb ik niet echt op gelet.
Hopelijk kan hij terug naar Alkmaar. Hopelijk. Koopmeiners is nog steeds aanvoerder. Hun hebben Wolfsberg in de halve finale verslagen. En Inter verslagen plus Leipzig verslagen. Dat is een best zware route, maar niet even zwaar als dat wij hadden. Vind ik. We hebben een prachtig team neergezet. Een paar spelers gehouden van het eerste team, wat, zoals jullie weten. Vind ik helemaal geweldig om spelers van het eerste team dat je krijgt te houden. Maar nu moeten we door. Klikken we door. Finale. City tegen AZ. Let's go. Oh mijn god. Schüle doet het daar heel goed. Speelt hem op Foden. Foden tegen zijn oude clubpie. Oh mijn god. Foden was sneller dan verwacht. Dat is mijn fout. Goed. Anthony. Paas hem door. Krijgt hem terug. Mooi 1-2'tje. Met Anthony en Foden. Anthony terug op Foden. Foden. Oh, dat is sappig. Dat is heel sappig afgemaakt. Het is heel goed gedaan van Foden en Anthony. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Daar houden we van. Anthony en Foden met tiki-taka voetbal. Op elkaar. En dan Foden die het uiteindelijk afmaakt. Hier, Anthony legt hem terug. Foden draait er heel lastig omheen. En bang. Nou, niet heel lastig, dat is best mooi, maar hij raakte de bal niet. En boom. Heerlijk. 1-0 voor AZ. Lekker, lekker, lekker. Op Foden. Hoe mooi zou het zijn als Foden nu een hat-trick krijgt. Oh, juist de bal. Hoge bal, Boadu. Prachtpaas en een heerlijke goal. 2-0, meteen achter de eerste. Meteen achter de eerste goal. Scoort Boadu de tweede. Vamos a la playa. Zit al vanaf het begin natuurlijk bij AZ. Hij zit echt weg. Hij zit echt vertrokken. Maar nu zit hij er nog. En dit is dus heel goed gespeeld. Oh ja, dat is wel een goede bal. Boadu staat vrij en volliet hem. Heerlijk in de onderhoek. Terug op Boadu. Kom op, counter die handel. Leg hem er tussendoor. Oh ja, dat is de bal. Kan hij het van afstand? Nee. Nee, dat kan hij niet. Oh, Schüle. Dat is een smerige goal. Dat was een hele smerige. Het laatste stukje was gewoon puur filth. En dat was gewoon... Ferran Torres, dat was gewoon onaardig om te doen, dat schot. Maar dat had geen goal moeten zijn. Die hele actie ervoor om daar te komen had niet gehoeven. Dit is zonde. Deze hadden we moeten hebben. Schüle had hem ook. Ik druk op paas. Het gaat fout. Waarom het trucje? Waarom moet je de keeper op zich op? Waarom moet je Lunin zo pesten? Hop, hop. Hoezo was dat nodig? Nee. Oh mijn god. Dit is zo onnodig. Dit is echt heel erg onnodig en ik haat het. Verdomme. 2-2. Weggegeven. Onnodig weggegeven hier. Schüle weer met de fout. Maar ik heb geen goede centerback wissels om erin te gooien. Ik ga wel wisselen. Ik ga Oyarzabal eruit halen voor die Spaanse gast waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Baranetska. Xia. Weet je, die heeft een beetje pace. 93 pace, dat is wat meer dan Oyarzabal volgens mij. Pace, ik heb een beetje de counteraanval nodig nu. Pace, Anthony. Oh mijn god, Foden! Van alle mensen is het Foden! Van alle mensen mogelijk om de dromen van City te vernietigen is het veel Foden. Die vannacht de jeugd al bij ze zat. Oh jongens, dit potje is stressvol geweest. Dit potje is heel stressvol geweest. 3-2, laatste paar minuten maken we nog de 3-2. Het kan nog steeds dat hun nog 3-3 maken, maar dus we gaan even volop verdedigen. Maar it is what it is. Phil Foden, 6 goals in de Champions League. Nice. Yes! Vamos a la playa. Whew. Heerlijk. Heerlijk, hier houden we van. Dit is wat ik me nou lekker vind.
AZ wint de Champions League. Oh, jongens, dat voelt goed. Er is nu nog maar één team in de top 4 van Nederland die ik moet doen. En dat is PSV. Dat is het enige team dat ik nog niet heb gedaan. Maar ik denk dat ik die ga doen in FIFA 22 en niet in 21. Weet je, misschien is dit wel mijn laatste FIFA 21 carrière. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nu hebben we het puur over AZ. Champions League winnaars. Mooie trofee. Mooie trofee. Lunin, heel goed gespeeld. Niet, dus hij heeft twee schoten op zich af gehad. En die gingen er allebei in. Maar Koopmeiners is een hele belangrijke. Koopmeiners pakt de Champions League trofee. Nog steeds captain van AZ. En tilt hem de lucht in. Woehoe. Woehoe. Deze video heeft een tijdje geduurd. Langer dan verwacht. Ik dacht eigenlijk al dat ik in de derde seizoen kans had om de Champions League te winnen. Maar dat was niet genoeg. Dus in seizoen 4 is dit volgens mij. Is het ingebeurd. Met aardig wat spelers van het eerste seizoen. Ik heb Lunen vanaf het eerste seizoen. Koopmeiners. Bodo natuurlijk. Weet je wat? Dat valt eigenlijk wel mee met hoeveel spelers van het eerste seizoen. Maar ja. Maakt ook niet uit. Alleen Lunin is van het eerste seizoen een aankoop geweest. Die is gebleven. Ik vind het niet erg. We hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste. 1, 2. Hupsiekidee.